Met de pop-up galerie, dat draait het eigenlijk hartstikke leuk. Daar waren wat financiële probleempjes die opgelost moeten worden. Maar uiteindelijk is dat allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. We kregen wat aanslagen van de belasting en dergelijke. En dat liep nogal behoorlijk op. En aangezien wij een groep vrijwilligers zijn die dit hier proberen te runnen. Zouden we niet verder hebben gekund. Dus er is de gemeente bijgesprongen en die heeft ons uit de brand geholpen, zodat we het komende jaar lekker verder kunnen. En ook Almelo Promotie heeft ons goed ondersteund daarin. Dus we hopen mooi door te kunnen gaan op deze manier. We hebben eigenlijk continu een goede bezetting met goede kunstenaars hier gehad. Alleen een beetje jammer dat het de afgelopen weken natuurlijk vanwege de corona vaak dicht geweest is. Dus dat is een beetje aanpassen geweest voor deze exposanten en dat is jammer. Het is fantastisch. Ja, het is een mooi punt en het is een hele mooie ruimte dat we daar gebruik van mochten maken. En het is een warm bad voor kunstenaars. Ja, zo van je mag je zomaar exposeren. En het is met z'n drieën trouwens hè, dat we hier geëxposeerd hebben. Ineke Hofstee en Maaike Nijhuis. En dat was ook een hele leuke samenwerking, want het is heel divers. Het is heel verschillend, maar het kan ook heel goed bij elkaar. Dat is ook gebleken. Ja. Vanaf 20 februari starten we met twee geheel nieuwe mensen. Riet Telgenhof en Theo Hendriksen. Mooi, die vullen elkaar mooi aan wat kunst betreft en dat kan een hartstikke leuke expositie worden. We hopen weer op een flink aanloopje. De bedoeling is dat de kunstenaars die exposeren in deze galerie, dat die ook de etalages vullen met kunst. En we hebben de Kerkstraat 1 tot en met 7 in gebruik en daar kunnen we heel wat kwijt. Dus we proberen de stad weer een beetje op te fleuren op deze manier. De bedoeling is dat we wat meer etalages nog proberen te gaan aankleden. En de galerie in ieder geval in stand houden. En het mooie zou zijn dat de Almeloze kunstenaars hier een prachtig podium krijgen. En ook een hartstikke goede ontmoetingsplek om met elkaar in gesprek te gaan. En elkaar eens een keer tegen te komen. Op een ongedwongen manier, onder het genot van een kop koffie of een kopje thee. Het ziet er naar uit dat we dit jaar hier nog mooi kunnen blijven, zolang hier niet gebouwd gaat worden. En mocht dat sneller zijn, dan hopen we dat we in een ander pand terecht kunnen om daar weer verder te gaan met de pop-up. Maar zolang dat niet nodig is, blijven we lekker hier zitten.